Goedenavond. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Onze Vader in de hemel en zij het gericht, zeg uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons in ons dagelijks brood en breed ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Net als niet een bekoring, maar vol smart, Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. In het uur van de dood. Heilige Jozef, onze heilige opbewaarders. Onze heilige patronen. Alle Gods lieve heilige. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo dierbare gelovigen. In het bovennatuurlijke leven gaan we vandaag zien het organisme van het christelijke leven. Vermis het een leven is, zijn er organen die het leven dus organiseren. En bij een natuurlijk leven van het lichaam heb je het hart, de hersenen, de lever en zo. Je hebt organen die dus het organisme doen functioneren. Zo is het ook in het bovennatuurlijke leven. Wel, wat is dat organisme? Wanneer de drie goddelijke personen in het heiligdom van onze ziel wonen, want dat is juist het gevolg van de staat van genade. De staat van genade is het minimum van christelijke leven. Want we zijn hier een cursus aan het volgen van christelijke leven, ascetische en mystieke theologie. Dus dat is voor mensen die van goede wil zijn en die willen naar de heiligheid streven. En die willen eigenlijk vooruit gaan. En dan het startpunt is de staat van genade. Dat is het startpunt. Dus mensen die de doodzonde proberen te vermijden en die dan gedoopt zijn en daarna gebied hebben, of die mensen die streven naar de heiligheid, het allereerste is dat ze de doodzonde vermijden natuurlijk. Hè. Mensen die willen doodzonde doen, ja, die moeten die cursus niet volgen, want die zijn niet in die cursus trouwens geïnteresseerd. Deze cursus is interessant voor mensen die juist de zonde willen vermijden, het goede doen en de genade willen gebruiken op een fatsoenlijke manier. Dus we gaan ervan uit dat er dan een goede wil is. Dus de staat van genade, door het doopsel, door de biecht, of in, ondertussen door een acte van volmaakt berouw, van acte van liefde. Dus dat de drie personen daardoor, dat is onmiddellijk het gevolg van de staat van, dat is eigenlijk de staat van genade. Want de staat van genade is een toestand van vriendschap. En vriendschap is liefde. En liefde verenigt. Dus de staat van genade is eigenlijk eenheid met God, dus zodanige eenheid, dat er eenheid is tussen de ziel en God, dus dat God dus in de ziel woont, de drie goddelijke personen dus, want God is drie personen. En het organisme van God zijn drie personen. Het leven van God gaat door drie personen, dat is het goddelijke organisme. En dat is de Vader die de Zoon verwekt, en de Vader en de Zoon die de Heilige Geest ademen. En dat in de God uitspreken. Die waarheid uitspreken, dat is de Zoon. En de liefde uitspreken, dat is de Heilige Geest. De liefde verzuchten. Wel, dus ik herhaal die eerste zin. Wanneer de drie goddelijke personen in het heiligdom van onze ziel wonen. Hij zegt wanneer, dat is dus wanneer. Dat is ja, van als we de staat van genade hebben. Dat wordt dus verondersteld. Hè, vinden zij er behagen in haar te verrijken met bovennatuurlijke gaven. Ah ja, want de liefde is juist eenheid zoeken, maar wordt gemanifesteerd, wordt bewezen door gaven. Want een vriendschap is communicatie van goederen, zegt Sint Thomas. Communicatie, geven en ontvangen. Elkaar dingen geschenken geven, ja, goede dingen geven. De liefde wordt beoefend, concreet, door het geven, elkaar wederzijds geven van goede dingen. In de breedste zin van het woord. We moeten niet altijd denken dat we geld krijgen of hulp. Natuurlijk hoort dat er ook bij, maar dat is in eerste plaats, als het God betreft, geestelijke dingen. Hè? Dus dat is de vergiffenis van de zonde, de genade, het recht op de hemel enzovoort, meer verdiensten, al wat God geeft. Dus zij vinden daar behagen in, ja, omdat God liefde is. En geven is het uitoefenen van de liefde, dus ze vinden daar behagen in. De goedheid heeft als eigenschap te geven. Bon diffusivum sui. Zeggen de filosofen met Dionysius, de Areopagiet. Het goede is diffusief van zichzelf. Dus je wil diffusief zichzelf diffuseren. Je wil zichzelf, is mededelend van zichzelf. Je wil zichzelf mededelen zoveel mogelijk. Dus geven is zaliger dan krijgen, zegt men.
Dus dat is de liefde en de goedheid. Het is eigen aan de goedheid wat te willen geven en daar plezier in te vinden. Een goede mens die vindt het een genot om anderen te kunnen helpen. Die vindt dat fantastisch, die heeft er een goed gevoel bij, die voelt zich goed. Als hij mensen kan gelukkig maken. En wel God des, als een mens dat doet, God des te meer. Dus daarom, hè, tweede zin hier, vinden zij er behagen, dus die drie goddelijke personen, zij vinden er behagen in haar, de ziel dus, te verrijken met bovennatuurlijke gaven. Dat zijn natuurlijk bovennatuurlijke, maar die zijn veel kostbaarder dan natuurlijke gaven. Natuurlijk heeft God ook al de natuur gegeven. Maar dat doet hij sowieso, ook aan de doodzonde, die naar de hel gaat, heeft hij het bestaan gegeven en zo. Maar het gaat nu over de bovennatuurlijke gaven. Dus de ganse wereld van de genade, en die wordt daar omgezet nadien naar de dood in de wereld van de glorie. Dus alle de genadegaven en de gloriegaven, dat zijn de bovennatuurlijke gaven. Zij storten ons een leven in. Dat is juist de staat van genade. Dat komt van God. Want wij worden geboren met de erfzonde, dus niet in staat van genade. Dus zij geven ons al dat die heiligmakende. Aan ieder van ons heeft God de heiligmakende genade gegeven, met ons doopsel. Gelijkvormig aan het hunne, zoals we dat gezien hebben, dus omdat het bovennatuurlijke leven van ons gelijkt op dat van hun, want het is een deelname aan hun, dus het bovennatuurlijke leven van God, dat zijn natuurlijk leven is eigenlijk. Maar van ons standpunt uit gezien is dat bovennatuurlijk, want God is boven onze natuur. En wel, dat leven van God is, dus, zoals ik zei, de heilige drievuldigheid. Dat is wat ik juist uitgelegd heb. Die verhoudingen en die processies tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gelijkvormig aan het hunne, dat genoemd wordt het leven der genade of godvormige leven. Voilà. Dus al wat wij doen in geloof, in hoop dus voor de hemel, in hoop ook de gebruik maken van de genade en in liefde. Dat wil zeggen, we doen ons best om uit liefde tot God en uit liefde voor onze ziel, dus om naar de hemel te gaan, de geboorte te onderhouden. Al wat we doen in die zin, dat is bovennatuurlijk. Dat is het bovennatuurlijke leven. En dat is een godvormig leven, want dat maakt ons godvormig. Dus het bovennatuurlijke leven is een deelname aan Gods leven. Het geloven en de zaligheidsaanschouwing doen ons deelnemen aan de Vader die de Zoon verwekt. En het onderhouden van de geboden en daarna het genieten van God in de hemel doet ons gelijk naar de Heilige Geest, die de liefde van God is. Van God voor God in God. Er bestaat in ieder leven een drievoudig element. In ieder leven. Dus gaat over plantaardig leven, dierlijk leven, menselijk leven, het leven van een engel, het leven van God. Dus al wat leven is. Dus dat zijn die niveaus. Er zijn planten, dieren, mensen, engelen en God. Er zijn 5 niveaus van leven. 5. Niet meer en niet minder. De mineralen hebben geen leven. Dus en boven God is er niks meer. Dus er zijn 5 vormen van leven. Dus er bestaat in ieder leven, hè, een drievoudig element. Een levensbeginsel, dat als de bron van het leven is, dan de vermogens die het in staat stellen, levensakten, voor te brengen. En uiteindelijk acten die de levensopenbaring zijn en bijdragen tot zijn ontwikkeling. Dus je hebt levensbeginsels, vermogens en acten. In de bovennatuurlijke orde brengt God, die in ons leeft, in onze ziel deze 3 elementen voort. Dus eerst het levensbeginsel. Wel, dat is dan de heiligmakende genade, zoals ze zeggen. Dat is gewoon het leven. Het leven van een plant, het leven van een dier, het leven van een mens, het leven van een engel, het leven van God. Wel, wat ons betreft, we hebben dus 3 levens, zo kun je het zeggen. Het leven van het lichaam houdt op bij de dood. Het leven van de ziel is eindeloos. Die gaat naar de hel of naar de hemel. Maar dan heb je nog een bovennatuurlijk leven voor degenen die naar de hemel gaan. Dus voor degenen die naar de hemel gaan, zijn er 3 levens, bij wijze van spreken. En voor degenen die naar de hel gaan, 2 levens. Het leven van het lichaam, en dat ophoudt aan de dood, dat gaat weer terug beginnen
bij de verrijzenis, maar dan gaan ze naar de hel met ziel en lichaam. En dus dat leven van ziel en lichaam gaat te samen, zolang als ze verenigd zijn. Maar dat lichaam leeft alleen maar zolang als het met de ziel verenigd is. En dat is een heel speciaal leven. De ziel zonder lichaam heeft een ander leven. Heeft een leven zoals een engel. Hè. Een ziel dat van het lichaam gescheiden is, dat leeft zoals een engel. Dus het leven van het lichaam is toch wel iets anders dan het leven van de ziel. Alhoewel dat het leven van het lichaam eigenlijk de ziel is die het lichaam bezielt. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Hè. Dus je zou het ook anders kunnen zetten, zoals ik al gezegd heb. De ziel heeft een leven in zichzelf. Hè. Namelijk verstand, geheugen en wil. En dan heeft ze nog een vierde functie, namelijk het lichaam bezielen. Maar dat zullen we eens zien als we het over de vermogens en de akten hebben. Wel, dus je hebt dus het levensbeginsel van de bovennatuur. En dat is de heiligmakende genade. Zij vergoddelijkt als het ware de zelfstandigheid van onze ziel. Hè. De ziel is iets zelfstandig, want ze kan bestaan op zichzelf. Hè. Ze bestaat eeuwig. Ja, dus als het lichaam dood is, dan gaat de ziel nog verder blijven leven. Hè? Op zichzelf. Natuurlijk door God ondersteund, maar toch op zichzelf. En ze gaat dan zich bevinden, zoals u weet, na de dood in de hemel, hel of vagevuur. Dus, en de kindertjes in het voorgeboorte van de kinderen. Dus er zijn nog vier mogelijkheden eigenlijk na de dood. Nu tot aan het einde van de wereld. En dan blijven er drie mogelijkheden over, want het vagevuur valt weg. Dus zij vergoddelijkt als het ware de zelfstandigheid van onze ziel. Dus onze ziel leeft al, sowieso, voor eeuwig. Van als ze verwekt wordt in de moederschoot, dan is ze al eeuwig. Enfin, de ziel wordt niet verwekt, de ziel wordt geschapen en ingestort in de eicel. En dat is een verwekking. De verwekking is dat het lichaam komt van de ouders in de moederschoot. En als er dan een eicel is, dan beslist God telkens, dat is een tussenkomst van God, de schepper, die stort daar een menselijke ziel in. Dus vanaf die ziel daar ingestort wordt, dus geschapen wordt uit niets, en die wordt daar ingestort, die wordt verenigd met die eicel, op dat moment bestaat ze voor eeuwig. En wel, die krijgt bovendien nog dus een vergoddelijking, dat is het bovennatuurlijk leven. En die maakt haar bekwaam, alhoewel nog op een verwijderde wijze, tot de zaligmakende aanschouwing. Hè. Want die staat van genade, als we die behouden, dat wordt na de dood zalig aanschouwing. Zoals een eikel wordt een eik. Een zaad wordt een plant. Als dat zaad blijft leven en dat ontwikkelt zich, als dat niet kapot gemaakt wordt, dan wordt dat ooit een plant. Tot de zaligmakende aanschouwing en de akten die er de voorbereiding toe zijn. Ja, je weet dat je naar de hemel wilt gaan, dat je verschillende akten moet doen. Hè? De goede werken enzovoort. Geloven, je laten dopen, de bodem onderhouden, de plichten van staat doen, volharden, bidden enzovoort. Dat zijn die akten van het bovennatuurlijke leven om het tot de volledige ontplooiing te brengen. Dat is de hemel. Wel, dus het is een levensbeginsel. Het levensbeginsel is een staat van genade. Uit deze genade, een staat van genade, vloeit voort. Dat zijn de vermogens. Nu gaan we het over de vermogens hebben. Dus met de staat van genade, wel gezien, wordt meteen ingestort de gaven, de ingestorte deugden en de gaven van de Heilige Geest. Dat zijn de vermogens om te kunnen handelen. Dus daar hebben we het over gehad in de catechismus al een paar keer. Nee. En ook in de geestelijke leer hebben we het erover gehad. Dus de ingestorte deugden, daar wordt dus uitvoerig op ingegaan elders. Wat dat juist zijn, hè. Geloof op mijn liefde, zijn de theologale ingestorte deugden. Dan heb je nog een morele ingestorte deugden, voorzichtigheid, rechtvaardigheid, matigheid en sterkte. En je hebt de gaven van de Heilige Geest, die zijn zeven. Wijsheid, verstand, wetenschap, raad. De goede raad, dan godsvrucht, vrezen des Heren en sterkte. Dat zijn de zeven gaven van de Heilige Geest. Dus zeven ingestorte deugden, 3 plus 4, plus de zeven gaven van de Heilige Geest, dat zijn dus 14 genaden van vermogens, die 14 vermogens die we krijgen, ingestort, in de staat van genade, of met de staat van genade, beter gezegd. Wel, dus deze
veertien vermogens die vervolmaken onze natuurlijke vermogens. Ons verstand wordt vervolmaakt door het geloof en verheven door de wijsheid, verstand en wetenschap. Enzovoort, onze wil wordt verheven door de liefde, enzovoort, en ondersteund door de sterkte en de vrees des Heren en de godsvrucht. Enzovoort. Dus die vervolmaken onze natuurlijke vermogens, dus die verheffen ze naar het goddelijke leven, en die geven ons de rechtstreekste macht, dus die veertien vermogens, die geven ons de rechtstreekse macht tot het stellen van godvormige, bovennatuurlijke en verdienstelijke akten. Ja. Dat zijn vermogens die ons vermogen te handelen. Het geloof, hoop en liefde, dat geeft ons de met de dadelijke genade die dat wordt gegeven, geeft ons de mogelijkheid om te handelen in het geloof. Bijvoorbeeld dat u zondags naar de mis gaat, dat u elke dag bidt, dat is een acte die u stelt. En dat wordt gedaan met die vermogens van geloof, want als u niet gelooft, gaat u niet bidden. Hè. U gaat niet bidden tot iemand die u niet gelooft, dat u niet aanneemt dat die bestaat. Dus dat u al bidt, dat is al een acte van geloof. Want u spreekt tot iemand die bestaat. Hè. Dat is een acte van hoop, want u vraagt middelen om naar de hemel te gaan. Enzovoort. En dat is een liefde, want een gebed moet ook de liefde tot God uitdrukken en aanbidden en beminnen. Ziet je? Ja. Dan het derde punt, dat zijn dan die akten. Die akten die worden dus georganiseerd, die worden dus in ons veroorzaakt door de dadelijke genade die op onze vrije wil werkt. Want die akten, dat is een samenwerking tussen onze vrije wil en de dadelijke genade. De dadelijke genade, akten zijn daden en dadelijke genade die geeft ons de mogelijkheid om te handelen overeenkomstig geloof, hoop en liefde, voorzichtigheid, rechtvaardigheid, matigheid en sterkte, wijsheid, verstand, wetenschap, raad enzovoort, met die vermogens. Dat zijn die vermogens die in gang schieten, maar die worden gevoed door de dadelijke genade en het is de vrije wil die ze wilt en dus uitvoert. En daardoor hebben we verdiensten, want we hebben dat vrij gedaan. Vrije wil. We kunnen ook nee zeggen, dat is een zondaar, maar we kunnen ja zeggen en dat is de weg naar de heiligheid. Dus om onze vermogens in werking te brengen, schenkt God onze dadelijke genade. Zie hoe belangrijk dat is. Hè? Uiteindelijk is dat het belangrijkste, want het zijn de vruchten die onze hemel openen. Hè? De eindvolharding. Hè? En een boom die geen vruchten volbrengt, zal opgejaagd worden. Dus, uiteindelijk is het de liefde die bepaalt. Hoezeer heb je God lief gehad en heb je bewezen door daden. Hè? Want words, 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 dat is gemakkelijk woorden horen. Je moet je liefde bewijzen door daden, hè? Door goede werken. De dadelijke genade die ons verstand verlichten, hè? Het geloof, de wijsheid, de wetenschap enzovoort, de raad, de voorzichtigheid, die ons verstand verlichten en onze wil sterken, hè? De wil, de liefde, de sterkte, de godsvrucht, zoals ik al zei, de vrezen des Heren, ons helpen om op bovennatuurlijke wijze te handelen en aldus te woekeren, in de goede zin van het woord, met het kapitaal van heiligmakende genade dat ons geschonken is. Dat is verwijzend naar de vraag van Jezus naar ons toe, of eigenlijk het bevel. Hè. Verzamel geen schatten op aarde, maar verzamel schatten in de hemel. Dus we moeten woekeren, bij wijze van spreken, dat we zeggen goed gebruiken, zoveel mogelijk verdiensten verwerven. Hè. Dat is een manier van spreken, want een woeker, als het over geld gaat, is een ondeugd, maar als het over genade gaat, is het goed, want Jezus zegt, verzamel schatten in de hemel. Dat is een bevel. Dus in die zin zegt de kerk, hoe wil je dat zeggen? Echt uw best doen om zoveel mogelijk verdiensten te verkrijgen. Wel, dat doen we dus met die drie dingen. Het levensbeginsel, de vermogens en de dadelijke genade. Dit genadeleven, hè, dat is het leven hier op aarde, want in de hemel is het een glorieleven, glorievolle leven. Dit genadeleven, het genadeleven is het bovennatuurlijke leven op aarde. Alhoewel onderscheiden van het natuurlijke leven, nou ja, want een mens in dood zonde leeft, heeft een natuurlijk leven, maar het heeft geen genadeleven. Het genadeleven is het verschil tussen iemand die in staat van genade is en iemand die in staat van doodzonde is hier op aarde. Dat is het genadeleven. Het verschil tussen die beiden. Wat hun houding en hun handelen
en de levenswijze aangaat, dat is het genadeleven. Het genadeleven is niet zomaar naast dit laatste gesteld. Het doordringt dus het natuurlijke leven heel en al. Vormt het om en vergoddelijkt het. Ja, dus we hebben niet eens ons, dus dat we de bovennatuurlijke genade hebben, we hebben niet eens zomaar een natuurlijk leven en daar bovenop zo iets anders, het bovennatuurlijke leven. Nee, dat doordringt elkaar. De genade die is ingestort in, die zit in ons natuurlijk leven. Dus van de buitenkant zie je niet veel verschil tussen de christen en de heiden. Als je oppervlakkig kijkt. En als je goed toekijkt, dan zie je dat die christen 's morgens bidt en dat hij probeert goed te doen aan een ander zonder iets terug te krijgen. Dat hij die geboden van God onderhoudt, dat hij zondags naar de mis gaat, dat doet die heiden niet. Dus hij doet allerlei dingen. Die gaat zijn schulden terugbetalen, die gaat geen kwaad proberen te spreken, die probeert te lasten, die probeert te liegen. Die gaat zelfs offers brengen, die gaat zelfs zijn leven geven als matelaar, omdat hij geen afgod wil aanbidden. Dus je ziet toch een werkelijk, als je goed toekijkt, zie je toch een werkelijk verschil tussen het leven van een christen en een heiden. Dat is toch een verschil. Dus dat natuurlijke leven dat zichtbaar is, want de bovennatuur is niet zichtbaar. Dat we staat van genade hebben is niet zichtbaar. Dat we een lichaam hebben is zichtbaar. En dat we een ziel hebben is zichtbaar doordat dat zien dat het lichaam beweegt, dus bezield is. Dus het lichaam is zichtbaar rechtstreeks, de ziel onrechtstreeks, maar die staat van genade. Die is pas zichtbaar. Als je echt die christen gaat bestuderen en gaat observeren, en toch, dan kan je nog niet weten of dat die in staat van genade is. Een christen kan ook nog in staat van doodzonde zijn, ook al is die gedoopt. Dus uiteindelijk weten we het niet. Dus God weet het en de mens weet het, maar het doordringt wel ons leven. Want het gaat wel ons leven bepalen. Gans wil je bepalen. Dus ik zeg het, een christen kan niet leven als een heidene. En een heiden leeft niet als een christen. Dus je ziet dat bovennatuurlijk leven toch ons natuurlijk leven doordringt. Ook al is het niet volkomen zichtbaar. Want ik zeg het, we kunnen nooit zien of iemand in staat van genade is of niet. Dus iemand die christelijk leeft, die gaat naar de mis en zo. Die doet nogal, die geeft nog almozen en die gedraagt zich als een christen. En het kan nog zijn dat hij in staat van doodzonde is. Dus uiteindelijk weten we er niet alles van. Maar we kunnen toch wel zien, bemerken, en aan onszelf, als we introspectie doen, dan zien we het helemaal. Want wij weten dat we in staat van genade of niet zijn. Want we weten, want anders is het geen doodzonde. Hè? Als je doodzonde is altijd bewust. Omdat die doodzonde een doodzonde zal zijn, dan moeten we juist bewust zijn. Dus we zijn ons bewust van dat we in staat van genade of niet zijn. Dus kortom. Het bovennatuurlijke leven doordringt het natuurlijke leven. Het is niet dat zo apart staat. We leven niet zo natuurlijk in de week en dan gaan we zondags naar de mis en zijn we plots bovennatuurlijk bezig. Nee, voortdurend, dag en nacht, is ons leven tegelijkertijd natuurlijk en tegelijkertijd bovennatuurlijk. Want bijvoorbeeld als iemand slaapt, een christen, heeft hij zijn slaap ook aan God geofferd. En daarom zegt eigenlijk de schrift, een gelovige die verdient zelfs in zijn slaap. Want al wat je doet met God heeft verdiensten. Dus als een christen die gaat slapen, zegt God, ik slaap nu omdat jij dat wilt dat ik moet slapen. God heeft mij zo geschapen dat ik moet slapen. Ik ben zoals een engel die geen slaap nodig heeft. Dus ik heb dat nodig, dus jij hebt mij gewoon zo geslapen. Dus ik onderwerp mij aan uw wil. En ik slaap omdat jij dat wil. En ik doe dat uit liefde voor u en uit gehoorzaamheid. Dan wordt die slaap een acte van gehoorzaamheid. Dus dan wordt die verdienstelijk. Dus zelfs in de slaap, kan de christenen verdiensten hebben. Dat bij een heiden het geval is. Die gaat gewoon slapen, omdat de goesting heeft om te slapen. Dus die denkt aan God niet. Ofwel denkt hij aan een afgod, of we weten het niet. Dus het bovennatuurlijke leven doordringt het natuurlijke leven geheel en al, vormt het om en vergoddelijkt het. Want ik zeg het, de natuurlijke acten, zoals slapen en eten en zo, die krijgen een goddelijke glans. Die krijgen een verdienste. Dus als je eet en drinkt, zegt Sint Paulus, doe het, maar doe het met matigheid en met dank aan God. En dan heb je zelfs nog verdiensten van. Met hetzelfde inzicht, namelijk het onderworpenheid aan God. We zijn nu eenmaal schepsel, die moeten eten en drinken, want anders plegen we zelfmoord. Anoxeria is geen deugd, dat is een ondeugd. Hè? Dat mogen we niet. Dat is zelfs een ziekte, dus een ondeugd. Dus dat mogen we niet. Dus we moeten het doen omdat God het wil, maar we moeten alleen niet overdrijven. En in dankzegging.
En dan het eten en drinken wordt dan zelfs verdienstelijk. Ziet je, zelfs dat. Dus het natuurlijke leven wordt verdienstelijk, hè? Ook een seksuele daad wordt verdienstelijk in het huwelijk. Buiten het huwelijk is een doodzonde, binnen het huwelijk is het zelfs een deugdzame daad. Dat brengt kinderen voort, die je dan naar de hemel kunt brengen. Hè? Dus het natuurlijke leven wordt vergoddelijkt, wordt verheven door de genade. Er zijn typische bovennatuurlijke acten die gesteld, bijvoorbeeld naar de mis gaan. Maar er zijn ook natuurlijke acten die gesteld, zoals ademen, eten, drinken, lopen. En dat doen de heidenen ook. Maar die krijgen een bovennatuurlijke glans, omdat je het doet, omdat God het wil. Je gaat werken, omdat God wil dat je gaat werken. En je draagt je werken naar God op. Dan krijg je verdiensten daarvan. Zonder mij kun je niks doen. Met Jezus heb je alle verdiensten. Het neemt in zich alles op wat goed is in onze natuur, onze opvoeding, onze aangenomen gewoonten, vervolmaakt en verheft dat alles tot de bovennatuurlijke orde, richt alles tot het laatste einde, dat is tot het bezit van God, door de zaligmakende aanschouwing en de liefde die deze vergezelt. Dus let wel, de bovennatuur neemt in de natuur al wat goed is, niet wat slecht is natuurlijk. Bijvoorbeeld de erfzonde gaat ze proberen te vernietigen, te verminderen, te verflauwen. De ondeugde gaat ze ook niet overnemen, gaat ze bestrijden, gaat ze proberen te vernietigen en te vervangen door deugden. Dus de bovennatuur stort zich in uw natuur, let wel, alleen maar in het goede gedeelte van uw natuur, niet in het slechte gedeelte. Dat is evident. Hè? Dus die genade gaat juist proberen dat slechte in natuur te vernietigen. De oude man moet sterven, hè, zegt Sint Paulus. En de nieuwe man, Jezus, die moet in mij groeien. De oude man, dus Adam, de zondige man in mij moet sterven. En de nieuwe man, Jezus, vergelijkt dat zo met alsof in ons twee mensen wonen, de slechte en de goede. De slechte moet sterven, de goede die moet groeien. Voilà. De oude man moet sterven. Dat is geen zelfmoordleven, maar dat is uw versterven. Versterven is u niet zelfmoord, maar het kwade in u kapot maken. De oorlog verklaren aan het kwade in u, dat uitroeien. De ondeugde ga je uitroeien door deugden te oefenen, zodanig die deugd te oefenen dat die van die ondeugd niks meer te merken, dat die helemaal verdwenen is. Hè? Het is de taak van dit bovennatuurlijke leven, het natuurlijke leven te besturen, hè? Uit kracht van het algemeen beginsel, dat al is uitgelegd is vroeger, dat de lagere wezens aan de hogere ondergeschikt zijn. Het lichaam is ondergeschikt aan de ziel. De ziel is ondergeschikt aan het gezond verstand. Het gezond verstand is ondergeschikt aan het geloof. Het geloof is ondergeschikt aan God, aan de openbare God. Dat is de hiërarchie van een individu. In de gemeenschap is nog iets anders. Je bent ondergeschikt aan je overste enzovoort, dat komt nog bij. Maar in het individu is dat zo. En dan zit je in orde. Dan is er orde. En als dat niet zo is, dan moet je zien dat die orde daar wel heerst. Het lichaam heerst over... De ziel heerst over het lichaam. Die lichaam heerst over de dingen rondom je. Over de dieren en over de planten en over het lichaam. Maar de ziel over het lichaam. Het gezond verstand over de ziel. Het gezond verstand is geïnspireerd en moet het geloof volgen. En het geloof moet onderworpen zijn aan de openbaring van God. Je mag niet zomaar geloven wat je wilt. Wat God geopenbaard heeft. En dan zit je in orde. Dan heb je die orde hersteld die door Adam en Eva is verstoord geweest. Het bovennatuurlijke leven kan niet blijven bestaan, nog zich ontwikkelen, als het de acten van het verstand, van de wil en de andere vermogens niet beheerst en onder zijn invloed houdt. Ziet je? Dus de ziel bestuurt het lichaam. Het gezond verstand, de ziel. Dat is een natuurlijke orde. En dan de bovennatuurlijke orde begint van als het gezond verstand zich onderwerpt aan het geloof. En het geloof aan de openbaring. En die vormen één geheel. Want dat geloof gaat ook beslissen wat je ziel gaat doen en je lichaam gaat doen. Je gaat in de mis zitten en je gaat bidden. Dat is je zit daar met je ziel en lichaam in de mis. Hè. Je gaat bidden met je ziel en lichaam. Je gaat goede werken doen met ziel en lichaam. Daardoor vernietigt nog vermindert het de natuur. Integendeel. Maar verheft en veredelt haar. Dus dat het slechte uit de natuur wordt weggehaald en het goede wordt gestimuleerd en ontwikkeld, dat is gewoon een veredeling. Hè?
Dit zullen wij aantonen door achtereenvolgens zijn drie bestanddelen na te gaan. Ik heb al gezien dat er hier één vraag verschenen is. Ik heb toch al opgemerkt dat er zelfs uitwendig een verschil is tussen iemand die in staat van genade leeft, die heeft een zachte uitdrukking van ogen en een open gelaat, ten opzichte van ongedoopten of heidenen of islamieten, deze hebben bijna altijd een harde uitdrukking in de ogen, zelfs wild, en hebben ook veel groeven in hun voorhoofd. Dat komt misschien door het feit dat het teken dat ik erop let. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. De ogen zijn de spiegel van de ziel. Ja, dat is normaal, hè, dat de ogen de uitdrukking zijn is van de ziel, en dat je, als je in de ogen kijkt van een heilige, stel je voor dat je in de ogen kijkt van Jezus, van Maria, van Jozef, dan zult je iets anders zien dan dat je in de ogen kijkt van Julius Caesar, Napoleon, Pol Pot. Je zult waarschijnlijk andere ogen zien daarin, hè, van een crimineel. Ja. Alhoewel wij niet mogen oordelen. Hè. We mogen niet oordelen en veroordelen. Dus, maar ja, je ziet toch wel. Je ziet gewoon wat je ziet natuurlijk. Hè. Je kunt niet ontkennen wat je ziet. Maar toch mogen we niet oordelen. Maar je ziet wel de gevolgen van de zonde natuurlijk. Hè. De zonde heeft ook gevolgen in het lichaam, dat klopt. Hè. Iemand die deugdzaam leeft, die heeft ook een gezonde lichaam. Die heeft ook gezondere kinderen. Hildegarde die dringt erop aan. Als ouders deugdzaam leven, hebben ze veel gezondere kinderen. En kinderen die minder slechte neigingen hebben dan iemand die dus zondig leeft, verslaafd is, gedrogeerd is en ik weet niet waar, al een afgetakeld lichaam heeft, die dan kinderen krijgt. Je begrijpt dat die kinderen van een afgetakelde verslaafde, dat en dat die er anders uitzien, die kinderen, dan iemand van deugdzaam, mensen die deugdzaam en gezond leven. Dat is evident. Hè? Ja. Maar toch moeten we oppassen, hè? We mogen niet oordelen en veroordelen. En zo'n kind dat van een afgetakelde ouders komt, heeft meer genade dan een kind dat meer heeft meegekregen van thuis uit. Want hij heeft een grotere nood en die moet ook naar de hemel kunnen gaan. Omdat hij een grotere nood heeft, heeft hij recht op meer genade. Want God is rechtvaardig en goed, dus je moet daarmee oppassen. Dus we mogen niet oordelen en veroordelen. Dus ja. Maar het is waar dat als men in de ogen kijkt van iemand, men kan hatelijke, harde, jaloerse blikken zien. Hè? Dat kan men zien. Maar toch, je moet oppassen. Je moet niet oordelen en veroordelen. Want Jezus verbiedt dat. Hè? Ja. We gaan nu naar het tweede gedeelte. Dat is het praktische gedeelte. Want het eerste gedeelte van het boek is dus theoretisch, het tweede gedeelte is praktisch. Dat ging over de meditatie. Ten eerste hadden we al gezien de noodzakelijkheid en de voorwaarden van het gebed. De noodzakelijkheid, ja, we hebben gebed nodig, hè. We hebben hulp nodig en de hulp komt door gebed. En dan hebben we eventjes hier de noodzakelijke vereisten. Noodzakelijke vereisten voor het gebed. Het gebed van de beginnenden, degene die dus doodzonde willen vermijden, die willen echt op de weg van de heiligheid zitten. Wel, dat is nummer 648 hier, hè, in Tanqueray, als u dat hebt. Bewezen is dat de dadelijke genade vereist wordt voor al de acten die tot de zaligheid gevorderd worden. Dat hebben we juist gezien. Dus de zaligheid, dat is dus dat is het doel van bovennatuurlijk leven. En bovennatuurlijk leven gaat door acten. En die acten die geschieden door de dadelijke genade. Dat hebben we juist gezien. Ja. Dus mogen we besluiten, die genade is nodig om goed te bidden. Want bidden is een acte in de bovennatuur. Dat is een acte van geloof, hoop en liefde. Hè? Dus je gelooft, want je richt je aan een persoon, aan drie personen zelfs, en zelfs aan de heiligen en de engelen, die je niet ziet, dus dat is een acte van geloof. Gehoopt,
want je hoopt op de hemel te bekomen van hen en de genade om te komen. En je bemint, want het is door de liefde dat je naar de hemel gaat, dus je probeert zoveel mogelijk te beminnen. En hulp te vragen om goed om te kunnen beminnen, om de 10 geboden te kunnen onderhouden, want dat is het bewijs dat we God beminnen, zegt Jezus. Als je mij bemint, onderhoud je mijn geboden. Dus, kortom, het bidden is een bovennatuurlijke handeling. En om bovennatuurlijk te handelen, hebben we genade nodig. Dus we hebben genade nodig om te bidden. Daarom dat, voordat de priester begint te bidden op de kloosterlingen, dan vragen ze Gods hulp. Dus allereerst wat ze vragen is God genade om goed te kunnen bidden. En daarom zeggen ze, adutorum nostrum in nomine domini. Qui fecit celum et terram. Adutorum nostrum. Domine adiovandum et festina. God komt mij ter hulp. Dus dat is het allereerste wat de priester zegt als hij het brevier gaat beginnen. God komt mij ter hulp. Om goed te kunnen bidden. Ja, dus dat is logisch. Dat is normaal. Dat zou iedereen moeten doen. Hè. Om goed te bidden. Dit verklaart de heilige Paulus duidelijk. Hij zegt, wij weten niet eens wat we behoren te vragen. Maar de geest zelf smeekt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij zegt in ons Abba Vader. Wij weten wel ongeveer, hè? Dat weten we nu ook door openbaring. Hè? Wat hebben we nodig? De hemel en de middelen om het te geraken. Maar wat specifiek? Wat heb ik nu specifiek nodig, hier en nu? Ja, daar is ook weer een genade voor nodig. Namelijk de gave van de Heilige Geest, raad. En de ingestorte deugd, voorzichtigheid, die zegt ons wat we hier en nu nodig hebben. Maar dat gaat niet vanzelf. Ook dat is weer een genade. De gave van raad is een genade. En de ingestorte deugd van voorzichtigheid is ook weer een genade. Dus je ziet, we hebben de genade nodig om te weten waarvoor we eigenlijk moeten bidden. Want er zijn mensen die verkeerde dingen vragen. Hè? Die vragen om de lotto te winnen, omdat ze in geldnood zitten. Ja, en verder vragen ze niks. Zijn die vragen veel voor andere mensen, dan voor zichzelf vragen ze niks. Dat heb ik ook al meegemaakt. Dat vrome mensen stuiten bidden voor de anderen, niet voor zichzelf. Dan zeg je, dat is toch naastliederlijk verbid voor de ander. Ja, maar je moet eerst zorgen dat je naar de hemel gaat. En dat gaat niet zonder hulpmiddelen. Dus jij moet zorgen dat je naar de hemel gaat. Dat is je eerste plicht. Je zorgt dat de ander naar de hemel gaat en zelf niet. Je moet eerst zelf naar de hemel gaan en dan anderen zoveel mogelijk meetrekken met u. Hè. Je kunt niet geven aan de ander wat je zelf niet hebt. Dus dat lijkt nergens op. Dus dat gaat ook slecht bidden. Hoe kun je nu de anderen, dat gaat ook niet volhouden. Hè. Dus streeft eerst zelf naar de heiligheid. En als je een heilige bent, dan zult je heel veel andere mensen kunnen bekeren. Dat is toch logisch. Als je zelfs niet eens voor je eigen bidt, alsof je dat niet nodig hebt. Dat kan toch niet? Dus jij moet bidden voor jezelf. Dat is verplicht. Dat is geen egoïsme. Dat is verplicht eigenliefde. Ja, het is een eigenliefde die verplicht is. Want Jezus zegt, bemint de naaste als jezelf. Dus je moet jezelf ook beminnen. En wel, die liefde voor jezelf, dat bestaat erin dat je naar de hemel, dat je alles doet om naar de hemel te gaan, om daar gelukkig te zijn. Dat is een eigenliefde die verplicht is. En die je niet zonder de genade kunt verwezenlijken. Dat is verplicht. Dus wat dan niet mag, dat is een eigenliefde die bestaat erin te zondigen. Dat is trouwens geen eigenliefde, want dat is jezelf haten, wat jezelf naar de hel brengen. Maar ja, de mensen beseffen dat niet. Deze genade, het zij hierbij gevoegd, wordt allen, ook de zondaars, aangeboden, zodat alle kunnen bidden. Dus dat is de genade die aan iedereen gegeven wordt. Want de zondaars moeten kunnen bidden om vergiffenis te vragen. Dus Jezus is gekomen voor iedereen. Iedereen heeft voldoende genade gekregen om naar de hemel te gaan. En wordt allemaal als de zondaars verwekt. Hè, staat de staat van de erfzonde. Dus we krijgen allemaal die genade om naar de hemel te gaan. Dus de genade om te bidden. Want je bekomt vergiffenis van de zonde door gebed. Doordat je vergiffenis vraagt. Bijvoorbeeld een doopsel is pas geldig als je spijt hebt over je zonde. Je hoeft ze niet te bekennen, zoals in de biecht, maar je moet ze wel niet bekennen, maar kennen. Je moet ze kennen en je moet er spijt over hebben. Als je ze niet wilt kennen of geen spijt over wilt hebben, dan is het doopsel een LSN is een doodzonde bij, zoals een biecht, waar je doodzonde verzwijgt.
Dat kan niet, dat kan dus niet zo. Hoewel de staat van genade niet gevorderd wordt om te kunnen bidden, want iemand in doodzonde die kan ook bidden, die kan om vergiffenis vragen, of die kan proberen voor de ander te bidden, en dat zal niet helpen natuurlijk, want zonder mij kun je niks doen, zegt Jezus. Dus zonder de staat van genade kun je niks bekomen, maar die kan wel proberen te bidden. Het enige gebed dat hij echt kan doen, dat is een gebed van vergiffenis vragen, van berouw. Dat is het mooiste gebed dat hij kan doen. Dat is ook het belangrijkste wat hij moet doen. Dat is zo vlug mogelijk van die doodzonden af te geraken, zodat hij naar de hemel kan gaan. Dus de staat van genade wordt niet gevorderd om te kunnen bidden. Toch heeft hij, de staat van genade, een geheel bijzondere kracht aan onze gebeden. Ah ja, dat dacht je. Omdat zij gedaan wordt door vrienden Gods en de levende ledematen van Jezus Christus. Het is toch evident? Want bidden is een acte van het bovennatuurlijke leven. Hoe kun je de acte doen als je niet leeft? Want het leven is juist, hebben we gezien, is de heiligmakende genade. Dat is je bovennatuurlijk leven. Hoe kun je niets doen als je niet leeft? Dus het bidden van een zondaar, dat is een acte van een lijk. Dat lijkt er niet op. Dat is niks. Een lijk dat beweegt, dat wordt bewogen, hè, door de worm misschien, of door de begrafenisondernemer. Dat lijk beweegt zich door de begrafenisondernemer. Maar dat brengt wel alleen maar naar het graf, hè, om door de wormen verteerd te worden. Dus een lijk kan niet handelen. Zonder staat van genade kun je niet bidden. Er is één uitzondering. Dat is dat je om vergiffenis vraagt. Dus omdat een lijk kan zichzelf niet terug in leven brengen, maar God geeft ons wel verschillende kansen. Dus als wij, dat is het verschil. Een lijk raakt niet meer uit het graf, maar ja, boven bij de verrijzenis. Maar dat is iets anders. Maar een doodzondaar kan er nog uit geraken als hij besluit van goede wil te zijn. Besluit om vergiffenis te vragen en spijt te hebben, oprecht spijt. We gaan nu zien wat bij het bidden vereist wordt. Ten opzichte van de gevraagde en ten opzichte van in hem die bidt. Dus van het object dat gevraagd wordt en van het subject. Dus degene die vraagt. Het gevraagde en de vrager. Ten eerste het gevraagde. Het voornaamste waarop wij bij ons bidden te letten hebben, is of het gevraagde strekt tot ons eeuwig welzijn. Dus je bent in staat van genade, je gaat bidden. Je hebt daar de dadelijke genade voor. Wat gaat er dan vragen? Oh ja, wat je gaat vragen is geen dat je het meeste nodig hebt. Als je aan het verdrinken bent, ga je niet een tas koffie vragen. Hè? Je gaat een reddingsboei vragen. Want je hebt al water genoeg, je moet er geen koffie bijvoegen. En, dus je gaat geen... al ook al heb je grote dorst. Hè? Je bent, als verdrinken is natuurlijk niet een... Ja, alhoewel, het kan natuurlijk vergiftigd water zijn. Hè? Dus al de rivieren zijn bezoedeld. Daar ga je toch niet van drinken. Het is misschien een slecht voorbeeld van een tas koffie te vragen als je aan het drinken bent, verdrinken bent. Hè. Enfin, als voorbeeld van onnozele tijd te vragen als je iets veel nodig hebt, namelijk een reddingsboei. Hè. Maar bijvoorbeeld, je bent omvergereden, hetgeen dat je nodig hebt in een ambulance. Hè. En je vraagt dan een tas koffie, bijvoorbeeld als je omvergereden bent. En je bent aan het doodbloeien, ga je geen tas koffie vragen. Ik zeg, ja, ik verlies een beetje te veel bloed, ik moet een beetje terug met de voedstof bijkappen. Dus dat is natuurlijk onzin. Dus, wel, zo is het ook in de bovennatuur. Je gaat het belangrijkste vragen, want het is kwestie van leven en dood, beste vrienden. Stel dat voor uw ogen, het is kwestie van hemel of hel. Dat is nog veel belangrijker dan leven en dood, want dit leven en deze dood, dat is maar een overgang, geen dood. Maar dat is de eeuwige leven en eeuwige dood. Dus het gaat over heel belangrijke zaken. Dus vraagt geen nulliteiten, bijkomstigheden, ook al blijkt dat voor u heel belangrijk te zijn. Je kunt dat vragen, maar vergeet niet het belangrijkste te vragen.
En vergeet niet, Jezus zegt zelf, zoek eerst het koninkrijk Gods en al de rest zal u toegeworpen worden. Je moet het zelfs niet eens vragen. Als je echt de wil van God, als je iets wil bekomen van God, doe dan zijn wil. Doe dan zijn wil. Dat is de beste manier om van God eens te komen, want hij weet beter dan wij wat we nodig hebben, zegt Jezus. En zoek eerst het koninkrijk Gods, dat wil zeggen. Dat Gods in mij, dat is dat Gods wil geschieden op aarde als in de hemel. En wel laat Gods wil in mij, in mijn ziel, in mijn hart, in mijn verstand, in mijn omgeving, in al mijn invloedssfeer waar ik iets aan te zeggen heb. Gods wil geschieden zoals in de hemel. Zoek eerder koninkrijk Gods, dat te verwezenlijken in u. En dan wordt alles u toegeworpen, hallo. Dus, waar? Dus als je iets wilt bekomen van God, doe dan nog meer Gods wil. Probeer te doen. En dan gaat je, dan wordt God er wel voor zorgen, zelfs zonder te vragen, want hij weet wat je nodig hebt. Maar je mocht het vragen ook, maar vergeet het belangrijkste niet. Dat is de hemel en de middelen om het te geraken. Dat is het belangrijkste. Dus op de eerste plaats te zien of het strekt tot ons eeuwig welzijn. Slechts wat ons hiertoe dienstig is, moeten wij verlangen. En dat is ook hetgeen dat God wil geven. Dus op de eerste plaats, bovennatuurlijke genaden, en dan vervolgens ook tijdelijke gunsten, in zover deze onze zaligheid bevatten. We zeggen ook in onze Vader, geef ons heer ons dagelijks brood. Maar we zeggen eerst, u wil geschieden op alles in de hemel. Ja, al die dingen staan in onze Vader, wat we in het gebed moeten vragen. Matthäus 6, Matthäus 6, zoek eerst het rijk Gods en zijn gerechtigheid en dat alles zal u toegegeven worden. Zoals we reeds gezegd hebben, bestaat het geluk, evenals de volmaaktheid van de mens, in het bezit van God. Bezit van God. En dat is juist de staat van genade. En dan, als we die behouden, gaan we naar de hemel. Dat is toch het geluk? Dus ook in de genade die daartoe vereist zijn. Slechts wat hiermee in overeenstemming is, mogen we en moeten we dus vragen. Nu is er hier een vraag. Zie ik. Ja. Waar ik al mijn gehele leven mee worstel, is de minder validen. Iemand die zwaar gehandicapt geboren wordt, kan ik echt niet plaatsen in de goddelijke wil. Ja, ja. Ah, wel, dus in welke zin, wil in welke zin? Het is Gods wil niet dat die man gehandicapt is, hè? Om te beginnen. Gods wil is een aasparadijs. Dus als we God laten doen, dan zet hij onze mensen in een aasparadijs en bestemt die voor een hemelsparadijs. Dus de ziekte, dus ook die handicap, is gekomen door de zonde, door de mens die gezondigd heeft. Dat is de eerste zaak. En dus het komt niet rechtstreeks van God. Je kunt zeggen, onrechtstreeks wel, want natuurlijk, God is verplicht dan, uit rechtvaardigheid, want God is rechtvaardigheid, het goede te belonen en het kwaad te straffen. En de straf bestaat er dan in, natuurlijk, ziekten en ongelukken. Ja. Maar dat is het gevolg van het kwaad doen. Je kunt toch niet verlangen als je kwaad doet dat je beloond wordt. Dus die straf, dat is het gevolg, dus dat die gehandicapte is dus een gevolg van de zonden. Niet noodzakelijkerwijze van zijn zonde, maar van de zonde van andere mensen. Maar niet van God, hè. En natuurlijk gestimuleerd door de duivel. Dus van wezens met een vrije wil begaafd, die wil hebben misbruikt. Dat is een eerste punt. Dan het tweede punt dat je kunt zien, de goddelijke wil, is doordat die mensen naar de hemel gaan. Dan moet ook zien, God is oneindig rechtvaardig en goed. Dus hij gaat niet meer vragen dat die mensen kunnen opbrengen. Dus zijn die mensen lichamelijk gehandicapt of geestelijk gehandicapt? Of allebei? En als ze lichamelijk gehandicapt zijn, dan zijn ze wel beperkt in hun bewegingen, maar dan kunnen ze nog heilig worden. Hè? De Lidwine van Schiedam heeft het grootste gedeelte van haar leven op een ziekenbed doorgebracht. Het is een heel grote heilige geworden. Dus lees het leven van de heilige Lidwina van Schiedam.
dan zult je zien dat iemand die gehandicapt is, die wel enfin, gehandicapt door de ziekte, nog erger dan gehandicapt, want een gehandicapt die kan nog rondrijden in een stoeltje, maar zij was aan het bed gekluisterd, dus nog erger dan gehandicapt. Zij was gehandicapt en overal gekapt. Haar lichaam was gekapt. Bij wijze van spreken. Dat is dus een lichamelijke gehandicapt kan naar de hemel gaan. Die moet gewoon doen zoals iedereen, geloof, hoop en liefde, bidden, doen wat hij kan. Natuurlijk, een belangrijkste stuk van zijn bron van zijn verdiensten zal erin bestaan dat hij zijn kruis geduldig draagt, met de genade. Daarin zal het grootste gedeelte van zijn, de verdiensten zijn. Want dat zal niet gemakkelijk zijn, maar daar heeft hij ook voldoende genade voor. En die persoon die zal er ook voor moeten bidden en die zal dat krijgen. En vervolgens moet hij doen wat hij kan. Als hij nog iets kan, moet hij dat doen. Bijvoorbeeld iemand die maar één been gehandicapt is, die kan nog op een ander been lopen met een kruk of zo. Die heeft nog een kunstbeen, die kan nog van alles doen. Dus die kan nog vader zijn van een gezin, bij wijze van spreken. Dus die kan nog van alles doen. Nog allerlei dingen, eindeloos dingen doen. Die kan nog boeken schrijven, die kan nog bureauwerk doen, die kan nog van alles. Die kan zijn kind nog, die kan nog leraar zijn enzovoort. En nu de mentaal gehandicapte. Ja, datzelfde principe. Dus als je maar één talent hebt gekregen, wordt u maar vruchten gevraagd van één talent. Dus die één talent heeft gekregen, die moest 2 talenten geven. Iemand die 5 talenten had gekregen, die moest er 5 terug bij verdienen. Dus die moest er 10 binnenleveren. Dus die minder begaafde, ja, als die helemaal weg is, dan wordt er niks van gevraagd. Dan moet die gewoon gedoopt worden, voor zover die een ziel heeft. En, dan kun je zien dat die een ziel heeft. Het is heel eenvoudig. Als het een monster is, je hebt dus een twijfel of dat er wel een mens is, dat kan gebeuren, dan moet de priester, gaat de priester zeggen, indien je een ziel hebt, doop ik u. En dat is alles. Dus die kan nooit zondigen, want die heeft totaal geen gebruik van zijn verstand. Die gaat naar de hemel. Dus dat is dan een opgave voor de mensen die mij moeten verzorgen. Die gaan we dan verdiensten hebben. Dus voor die gehandicapt is ook geen probleem. Die is gedoopt en die gaat naar de hemel. Wat is het probleem? Die moet niks doen eigenlijk. En die lijdt niet echt. Want lijden is pas echt lijden als het bewust is. Dus het lijden van onbewusten is pijn, maar geen echt lijden. Bijvoorbeeld. Toen dat je geboren werd, had jij al een, je leefde al, hè, maar je niveau was dierlijk. Je menselijk niveau was nog niet geactiveerd. Je had wel een menselijke ziel, maar je menselijk niveau was nog niet geactiveerd. Maar je hebt pijn geleden, want je hebt geroepen en geweend als klein baby. Heb je geleden? Niks. Niks geleden. Alhoewel dat je daar een lichamelijk geheugen van kunt hebben, je kunt daar nog beelden van hebben. Want een dier, dat heeft een verbeelding. Dus lijden als een dier is heel beperkt. Is heel erg beperkt. Lijden als een dier, dat is lijden als dat jij geleden hebt, voordat jij je ziel begon te functioneren als mens, voordat je begon te praten. Voordat je begon te praten, was je een diertje, hè? In de schoot van de moeder zet je eigenlijk lekker een plant, hè, voeden en groeien, grotendeels. En als we uit de moederschoot komen, dan zijn we als een dier, dierlijk niveau wordt geactiveerd. En pas na een paar jaar, als we beginnen te spreken, wordt het menselijke niveau geactiveerd. Ah, wel. Er wordt niet veel geleden, hè, als je niet bewust. Dus als er geen bewustzijn is, wordt er niet veel geleden en er is ook niet veel geluk. Het geluk en het ongeluk zitten vooral in de bewustzijn ervan. Bewijs is dat je het zelf hebt meegemaakt. Van je eerste jaren weet je niks. Nog geluk, nog ongeluk, niks. Dan heb je... dat is zoals een dier. Je had pijn kunnen, want als je viel, had je pijn. Maar er was geen lijden, want je werd niet bewust. Ziet je? En zo is ook met die gehandicapten, die lijden niks. Als die geen verstand, als die geen bewustzijn hebben, dan, zelfs als ze pijn hebben, dat is een zeer beperkt lijden. Dat is praktisch niks. Als die pijn hebben, dat is zoals wij pijn hebben gehad voordat we verstand hadden.
Datzelfde. Datzelfde. Dus die mensen blijven dus tot aan hun dood in niveau van die eerste jaren die we hadden. En wil ik er naar de hemel gaan, als ze gedoopt zijn? Dat hangt van ons af dan, van de anderen die voor hem zorgen. Als hij een klein beetje verstand heeft, en wil voor dat klein beetje, dan wordt hij van God gevraagd dat hij dat goed gebruikt. Want als hij een beetje verstand heeft, hij ook een beetje wil. Want dat verstand is meteen verbonden met de wil. Verstand is ook wil. Verstand van een mens en van een engel. Dat is meteen ook vrije wil. Dat is één. Enfin, het zijn twee vermogens, maar het is toch één. Het is in zeer diep met elkaar verbonden. Het een kan niet zonder het ander. Dus vanaf zijn verstand is zijn vrije wil. Ergens. Hij wil voor zoveel vrije wil is, kan hij van goede wil zijn of van slechte wil zijn. En dan zal hij beseffen, goed en kwaad. Want dat weet zelfs een dier, hè. Wat goed en kwaad is. Een kat zult je dus wel zeggen, dat mag ze niet doen. En een hond ook. Maar als je je rug gedraait, hè, dan gaat hij iets doen. En komt er binnen op, dan gaan ze plots weer zich anders gedragen. Dus zelfs een dier weet wat goed en kwaad is. Op een zeer primitieve manier. Laat staan iemand die een klein beetje gebruik van zijn verstand heeft. Enfin, God weet het. Voor ons is dat gecompliceerd. Daar moet je psychiater, psycholoog voor zijn. En dan nog weet je het niet helemaal. God weet alles, geen probleem. God zal hem oordelen of haar oordelen. Dus God zal zien in die mentaal gehandicapte, in hoeverre hij dus verdiensten heeft of onverdiensten. Heel rechtvaardig, heel goedig gaat God dat zien. En hij gaat het weinige goed dat hij gedaan heeft belonen. En het weinige kwaad gaat hij straffen. Zo eenvoudig is dat. Dus er is totaal geen probleem, hè? Waar is het probleem? Het probleem is er niet, dat is het probleem is er niet. Dus het is de algemene principes toepassen. De principes van, maar God is oneindig rechtvaardig, dus houdt rekening met alle omstandigheden. En hij is oneindig goed, dus hij gaat zoveel mogelijk goed proberen te doen. Ik hoop dat ik aan uw vraag beantwoord heb op die manier. Ja. En zijn hier nog vragen eventueel? Geen vragen? Ja, dan hebben wij dus... Ik hoop dat ik op uw vraag beantwoord heb. Meneer Sergeant, is het dan? Ja. Is het duidelijk? U mag iets schrijven als u wilt. Hè? Ah ja, prima. Oké, okay, goed. Dat is goed. Prima. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader in de hemel, en zijt gij lid, zeg uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden. En denk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar aan onze zonden. Wees gegroet, Maria, al van genade, de Heer is met u gezegend. Zijt gij bovenal vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Jozef, onze engelbewaarders, de heilige patronen, alle engels, lieve heiligen, in de naam van de Vader en de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Zo, goedenavond nog.